Ja, even tussendoor. Dit is dus op dit moment de snelste Mac die leverbaar is. Met een i7 processor erin, een SSD harddisk, dus geen draaiende delen meer. Dus niet alleen veiliger, maar ook de snelheid wordt aanzienlijk verhoogd. Maximale hoeveelheid geheugen erin, turbo boost. Je kunt het zo bont niet bedenken of het zit in dit apparaat. En hij staat natuurlijk in het kroondomein. Handig bij audio nabewerking, want je kunt een ongelofelijke hoeveelheid plugins tegelijkertijd gebruiken. En ook het converteren naar andere formaten gaat echt in een vloek en een zucht. Het is waanzinnig snel. Niet alleen waanzinnig snel met audio nabewerking, maar bijvoorbeeld ook met video. Video gaat ook, nou ja, als een speer, als het dan gaat om renderen of speciale effecten erin. Het is gewoon, het is gewoon waanzinnig. En wellicht heb je zoiets van, wat moet ik met deze informatie? Nou, de volgende klus die ik voor je doe, gebeurt gewoon nog efficiënter.